Daily Minutes nummer 1461 met een uitzending voor vandaag 5 november 2018. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag een nieuw deel uit de serie over vossenjagen en daarna deel 5 van de serie over geheime elektronica. Deel 4 van de serie over vossenjagen. Vorige keer gingen we in op wat achtergronden bij vossenjagen en bij de historie en op de historie moet ik zeggen. De twee meest populaire banden om op te jagen, als je de jachten op 27 MHz die behoorlijk populair zijn niet meerekent, dat zijn 80 meter en 2 meter vooral. Je komt ook wel andere banden tegen, maar deze twee banden die hebben eigenlijk wat eigenschappen die tamelijk verschillend zijn. Op 80 meter zijn heel precieze peilingen mogelijk. Op 2 meter wordt dat wat bemoeilijk door reflecties, maar het peilen is daar ook heel goed te doen. Op hogere banden, dat begint al op 70 centimeter, wordt het peilen tamelijk veel moeilijker, met name door alle reflecties van het signaal. Pijl op 80 meter gebeurt met een magnetische loopantenne meestal, al dan niet met een hoepeltje of met een ferrietantenne. Zoals we de serie over antennes gezien hebben, is een ferrietantenne in feite ook een magnetische loop. Een loopantenne heeft niet een maximum in één richting, zoals een richtantenne op 2 meter dat heeft, maar wel een heel scherp minimum. Maar het minimum zit wel aan twee kanten, dus 180 graden uit elkaar. Door een trucje kun je de antenne van een 80 meter pijldoos heel even met een veel flauwer minimum in één richting laten werken. Gebruikte antennes op 2 meter zijn vaak twee elementsantennes. HB9 CV's worden vaak gebruikt, hoewel die wel eens een beetje schil zijn. Dat wil zeggen niet helemaal recht vooruit stralen vanwege de gebruikte gamma match. De laatste paar jaren komen twee elements Moxon antennes sterk op. Een Moxon is een twee elements Yagi waarbij de punten van de reflector vooruit steken en die van de straler achteruit door ze 90 graden te buigen ergens op ongeveer de helft. De uiteinden van de reflector en straler die zo naar elkaar toe wijzen die zijn via een isolator aan elkaar bevestigd. Een dergelijke antenne is kleiner dan een Yagi, maar heeft wel min of meer dezelfde eigenschappen. En je blijft minder makkelijk achter dingen haken en daarnaast hinder je ook andere personen niet met de uiteinden van je antenne. Ik weet niet helemaal zeker of dat nog zo is, maar traditioneel werd vaak AM-modulatie toegepast. Bij AM is de sterkte van het audio afhankelijk van de signaalsterkte van het ontvangen signaal. Zeker als je een ontvanger zonder automatic gain control gebruikt. Er wordt in dat geval gepeild op het audio uit de ontvanger, gewoon het gedetecteerde audio. Er bestaan ook akoestische S-meters. Een toon wordt dan bijvoorbeeld hoger naarmate het signaal sterker wordt. En er zijn ook nog een aantal andere oplossingen. Pijlontvangers worden in een deel van de gevallen in het donker gebruikt, vandaar dat zoiets wel van belang is. AM heeft nog een voordeel. Door AM te gebruiken kun je als pijldoos een eenvoudige superrechtontvanger gebruiken die maar zeer weinig onderdelen bevat. Dit is deel 5 van de serie over geheime elektronica. In deel 4 beschreef ik hoe de Italiaanse marine een Enigma-systeem had, waarvan de Engelsen niet konden ontdekken of dit hetzelfde systeem was dat tijdens de Spaanse burgeroorlog was gebruikt, waarvan toen de code gekraakt was. De 19-jarige studente Mavis Lever wist vervolgens te ontdekken dat het inderdaad om dit systeem ging, waarna de geallieerden succes op succes tegen de Italianen boekten. De situatie rond de inval van Polen is voor begrip van deze zaak niet helemaal onbelangrijk. Voor de inval van de nazi's in Polen in 1939 sloten de Duitsers en de Sovjets een neutraliteitsverdrag. Dat werd ondertekend door de Duitse minister van Buitenlandse Zaken von Ribbentrop en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Molotov, die van de cocktails zeg maar. In het pact dat later door Hitler grof werd genegeerd, werden invloedssferen afgesproken tussen de beide landen. In het verdrag werd in feite afgesproken hoe ver Duitsland in landen als Polen, Litouwen, Letland, Estland, Finland en Roemenië zou mogen doorstoten en tot hoever de Russen dat zouden kunnen doen. Voor wat betreft Polen en de andere landen was dit gewoon een zaak van ordinaire landjepik. Nadat de nazi's in 1939 Polen binnenvielen, nam Rusland 16 dagen later zijn afgesproken deel van het territorium van dat land in. De codekrakers van de Poolse geheime dienst bevonden zich in het deel dat door de Russen zou worden ingenomen. Op de datum dat dat gebeurde, 17 september 1939, staken zij vervolgens de grens over naar Roemenië. Reizen was in die tijd natuurlijk nog heel anders dan nu, maar uiteindelijk arriveerden ze op 20 oktober 1939 in Parijs, waar ze samen met de Fransen een Pools-Frans codekraakafdeling in het leven riepen, PC Bruno genaamd, in een voorstad van Parijs. Dit bureau werkte zeer nauw samen met de mensen onder Alan Turing, in Bletchley Park aan de andere kant van het kanaal. Communicatie verliep via telegraafverbindingen via draden, waarbij voor de codering kopieën van de Duitse Enigma werden gebruikt. De Duitsers dachten zelf dat Enigma niet te kraken was, dus aangenomen werd dat ze hiertoe ook geen pogingen zouden ondernemen.
De communicatie in de vorm van overleg heen en weer bleef soms dagen ononderbroken aan de gang. Met name rond 17 januari 1940, toen de Polen vanuit Frankrijk er voor het eerst in slaagden het enigma van de Duitsers weer te ontsleutelen. Net voor de inval van een aantal landen, waaronder Nederland en Frankrijk, vanaf mei 1940 veranderden de Duitsers opnieuw hun manier van coderen, iets wat de Polen en de Engelsen al hadden gevreesd. Door deze wijziging werkte de methode van decoderen aan de hand van de zogenaamde Sigalsky sheets niet meer. Sigalsky bladen waren geperforeerde bladen die voor het versneld achterhalen van de dagsleutel werden gebruikt. Ze maakten gebruik van een verschijnsel dat door de Poolse crypto-analyst Hendrik Sigalsky was ontdekt, namelijk dat eens in de 8 berichten in de berichtsleutels er 1 letter gelijk was. Deze letters werden aangeduid met Samitsky, het Poolse woord voor vrouwen. De Engelsen gebruikten hiervoor later het woord females. Er was als 2 van diezelfde letters voorkwamen vervolgens maar een beperkt aantal sleutels mogelijk waarbij deze herhaling kon voorkomen. Daarna was het aantal sleutels dat moest worden uitgezocht ineens veel minder dan de ruim 150.000 voor de Enigma die op dat moment werd gebruikt. Als vervanging voor het wegvallen van de Sigalsky sheets ging Bletchley Park zich vervolgens richten op fouten in de bediening van de Enigma. Marian Rydziewski, Jerzy Jarocki en Hendrik Sigalsky, die van de sheets zeg maar, die konden vrij kort daarna niet meer meedoen omdat de Duitsers Frankrijk overliepen. Tegen juni 1940 naderden de Duitse troepen Parijs en PC Bruno en de codekrakers ontvluchtten de regio met de hulp van het Franse hoofd van PC Bruno, Major Bertrand. De Duitsers vielen op 10 juni, kort na middernacht, Frankrijk binnen. Frankrijk capituleerde 12 dagen later op 22 juni. Op 24 juni vloog Major Bertrand met 15 Poolse en 7 Spaanse codekrakers van bureau PC Bruno in 3 vliegtuigen in de richting van Algerije. Bertrand zette in het nog niet bezette zuiden van Frankrijk een nieuw codekraakbureau op in U6 nabij de Middellandse Zee. Dit bureau, genaamd Cadi, bleef werken totdat de Duitsers 2 jaar later in november van 1942 ook het zuiden van Frankrijk innamen. Rydziewski en Sigalsky ondernamen meerdere hachelijke trips om bij Bletchley Park in Engeland te geraken, waarbij ze in Spanje in de gevangenis terechtkwamen, maar uiteindelijk toch in Groot-Brittannië arriveerden. Net als van Nederland was een onderdeel van het Poolse leger in Engeland actief. Beide codekrakers gingen werken in een Poolse afdeling voor het kraken van codes in de Engelse plaats Boxmoor. Vanwege hun vlucht vanuit bezet Frankrijk werden zij een te groot risico geacht om tot Bletchley Park te worden toegelaten. Verschillende van hun collega's werden op de vlucht in Frankrijk door het Vichy-regime en door de Duitsers vastgezet. Ondanks de erbarmelijke omstandigheden waarin ze soms verkeren, was er niet één van hen die ooit het geheim van de Enigma's bekend maakte. Net als tegenwoordig bij het gebruik van de computer was de grootste zwakte van de Enigma het gebruik ervan. Zowel sommige tamelijk nonchalante gebruiksinstructies als gemakzucht van degene die de apparaten bediende waren de belangrijkste reden dat de Enigma bij voortduring kon worden gedecodeerd. De volgende keer gaan we, voordat we op de nalatenschap van de Enigma in de vorm van modernere apparaten ingaan, in op waar deze zwakheden precies in zaten. Uit een BBC-documentaire van een paar jaar geleden bleek overigens dat ook tegenwoordig nog de belangrijkste manier van de huidige codekrakers van Bletchley Park is om deze slordigheden en slechte gewoontes van de gebruikers van encryptie uit te buiten. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.